hierbij de uitslag van catalogus nummer 20. Een vierjarige Mary die voor haar leeftijd wat meer jeugd uit zou mogen stralen. Mary beschikt over voldoende rasuitstraling. Hoofd is voldoende edel. Hals is voldoende verticaal gesteld. De hoofd-halsverbinding zouden we graag wat lichter zien. De Mary die zou in bouw wat opwaartse gebouwd mogen zijn. Ook zou de aansluiting wat sterker mogen zijn, wat meer schoftontwikkeling. Mary die heeft het beenwerk zou meer kwaliteit mogen uitstralen. Ook de voorbeenstand kan correcter. De Mary waardeert zich wel op in beweging. Die stapt met ruimte en voldoende lichaamsgebruik. Zou iets meer actiever mogen. En in draf toont de Mary veel takt en balans. Maar zou het achterbeen meer onder de massa. Het wordt wel veel gevouwen, maar niet echt onder de massa geplaatst. Deze Mary wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 20. It's a mare with sufficient breed expression. She could have more youth expression. In the confirmation, she could be a bit more uphill. Also, the croup is a bit sloping. The quality of the legs could be better. Also, the stance of the forelegs could be a little bit better. The walk is good, roomy and regular. Also in trot, she shows a good moment of suspension and good balance. This mare is accepted in the stud book, no premium.
voorste riolen. Zo ja. Oké, mooi eromheen stapen en opstellen. Ja. De uitslag van catalogus nummer 21. Een merrie met een fraaie voorhand, een edelhoofd, veel neklengte, wat maakt dat hij een lichte hoofd-halsverbinding heeft, veel behang. Merrie die voldoende lang gelijnd is, wat sterker in het middenstuk zou mogen zijn. Merrie heeft voldoende kwaliteit beenwerk, voorbeenstand zou iets correcter mogen. Achter is hij ook vrij stijl gekoot. Zoals u kunt zien heeft de merrie moeite met de stap. Deze zou ruimer mogen, meer door het lichaam gestapt mogen zijn. In draf toont de merrie een goed geplaatst, goed gebogen achterbeen. Zou het voorbeen wat verder uit mogen leggen. Deze merrie die, wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Daarvoor moet de stap overtuigender zijn. The result of number 21. It's a mare with a good breed expression. Very nice head. And a long poll. And a light head to neck connection. Mare that has long lines, the quality of the legs is sufficient, the front leg, the stance of the front leg is a bit towing in. In the walk, that could be more regular and could have more length in the strides. The trot has a good use of the hind leg with a lot of bending, enough balance. This mare is accepted in the stud book, no premium.
Hoppa. Stappen en dan opstellen. Niet laten opkrullen. Oh, rustig. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 22. Een jeugdige, langgelijnde merrie. Die wat rasuitstraling betreft iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Ook de halsstand zou wat verticaler mogen. Wel veel lengte in de hals, ook een lichte hoofd-halsverbinding. Paard die voldoende sterke bovenlijn heeft, hoogbenig is. Beenwerk heeft goede kwaliteit. Is ook correct gesteld. Achterbeen zou iets minder sabelbenig mogen. Voorbeen is correct gesteld. De stap heeft, is iets gehaast, maar heeft voldoende takt en voldoende lichaamsgebruik. In draf toont de merrie veel ruimte. Plaatst het achterbeen goed. Zou daarbij nog wat meer oprichting mogen tonen. Ik denk in zijn geheel zou de merrie nog wat aan kracht mogen winnen. Het is ook nog een jeugdige merrie. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Result of number 22. She is accepted in the stud book with the third premium. It's a youthful mare, long lines. She could have more breed expression, more manes, and could have more expression in the head. The neck is long, but could be more vertical. The conformation is good, long lines, high legged. The quality of the legs is good. The hind leg is a little bit sickle hocked. The walk is regular and has enough room. And in trot, the mare shows a lot of length and a good use of the hind leg. She is accepted in the stud book with a third premium. We gaan verder met catalogus nummer 23, Corals Lightning Fire. Vierjarige merrie van Uldrik uit een Jochem moeder. Fokker-eigenaar is Bente Korrel in Vlugjebjerg. De stokmaat is 1,60 meter. We continue with number 23, Korrel's Lightning Fire. 4-year-old volboek mare, sired by Uldrik, out of a dam of Jochem. Breeder-owner is Bente Korrel in Vlugjebjerg. The height at widders is 160.
hierbij de uitslag van catalogus nummer 23. Een merrie waarbij direct opvalt dat ze beschikt over een zeer edel hoofdje met veel expressie. Zo zie je ze niet vaak. Merrie ook met veel behang, een lange hals, voldoende lichte hoofd-halsverbinding. Wat bouw betreft zou ze iets langer gelijnd mogen zijn. Merrie heeft een goede kruisligging, voldoende sterke bovenlijn. Merrie beschikt over droog beenwerk en correct gesteld beenwerk. De stap is voldoende ruim en takmatig. In draf zouden we graag zien dat de merrie nog meer ruggebruik toont. Dat het achterbeen nog wat meer onder de massa wordt gezet. Ze blijft dat in een hoog ritme draven. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor een hogere waardering zou ze in stap en draf wat meer mogen overtuigen. Result of number 23. It's a mare with a very noble head. We don't see it a lot like this. Very noble. Also a lot of manes. The mare could have longer lines in the conformation. She has a good croup. The quality of the legs is good. Also the stances of the legs is good. The walk is regular and has enough length. In trot, she has a high rhythm and she could place her hind leg more underneath the body. This horse is accepted in the stud book with a third premium.
hierbij de uitslag van catalogus nummer 24. Een jeugdige merrie, lang gelijnd. Merrie die echt meer rasuitstraling zou mogen hebben. Zowel meer expressie in het hoofd als behang. De hals is wel lang, maar zou verticaler mogen. Mag echt meer Friese opdruk hebben. Merrie heeft een goede bovenlijn, een goede romprichting. Zou meer bespiering mogen hebben. Het beenwerk is hard. Achterbenen fractie sabelbenig. De merrie stapt krachtig. En in draf toont ze veel techniek. Goede buiging van het achterbeen. Heeft ook balans. In de wendingen draaft ze ook mooi door. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor sterverklaring zou ze meer rasuitstraling mogen hebben. Ja. The result of number 24. It's a youthful mare, long lines. The breed expression could be better. The head could have more expression. The neck is long, but could be more vertical. It's a horse with a good conformation, a good top line, a good croup. She could gain more muscles. The quality of the legs is good. The hind leg is a little bit sickle hocked. The walk is regular and powerful. In trot, she shows a lot of balance, a good bending of the hind leg. And a good moment of suspension. This horse is accepted in the stud book with a third premium. For star decoration, she could have more breed expression, unfortunately. But a very good moving horse. Los! Oh, rustig, mooi los, los! Mooi los even! Ah ja!
dan hier bij de uitslag van catalogus nummer 27. Een merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Merrie die correct gebouwd is, wat hellend in het kruis is. Goede romprichting heeft. Veel schoft heeft de merrie ook. Het beenwerken heeft veel kwaliteit en is correct gesteld. De hoeven zouden wat royaler mogen. De stap is actief en takmatig. Zet het voorbeen goed weg. In draf, ja, dan mist de merrie nog kracht. Maar de draf heeft wel voldoende oprichting. Zou in zijn geheel dus wat meer aan kracht mogen winnen. Het totaalplaatje maakt dat deze merrie vandaag vanwege de goede kwaliteit beenwerk en de goede stap ster wordt verklaard met een tweede premie. Result of number 27 is a horse with more than sufficient breed expression. A horse with a correct build, good body direction of the body is good. The croup is a little bit sloping. A good quality of the legs. And also the stances of the legs are good. The hooves could be a little bit bigger. In the walk she shows a lot of activity and it's regular. In trot she can gain in power. But the technique is good. She is accepted in the stud book and declared star with a second premium.
je de uitslag van catalogus nummer 28. Een merrie met veel rasuitstraling, edel hoofd, veel behang. Merrie die in totaal beeld nog wat klassiek aandoet. Misschien ook wat in een rijke conditie is. Merrie die beschikt over een goede bovenlijn. Zou wat hoogbeniger mogen zijn. Merrie die heeft voldoende droog beenwerk. Achterbeen is een fractie sabelbenig. Merrie stapt opvallend goed met veel lichaamsgebruik, veel lengte. Zet het voorbeen mooi weg. In draf toont de merrie veel ruimte, voldoende balans. Zou hierbij nog meer oprichting mogen tonen. Maar het totaalplaatje maakt dat deze merrie vandaag opgenomen wordt in het stamboek en ster wordt verklaard met een tweede premie. Result of number 28. It's a mare with a good breed expression. Mare is a bit classical type. She could have more youth expression. The quality of the legs is good. The walk is powerful and has a lot of room. In trot, she shows a lot of balance. And she is accepted in the stud book and declared star with a second premium. Rustig. Mooi los. Super. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 32. Een merrie met uitstraling. Merrie die een voldoende sprekend hoofd heeft. De hals die zou wat lichter mogen. Merrie die beschikt in de bouw over een goede bovenlijn. Schuine schouder, goede kruisligging.
Paard heeft de royale hoeven en droog beenwerk. De stap is goed, ruim, met voldoende lichaamsgebruik. In draf toont de merrie veel afdruk en veel balans. Merrie die overtuigt met name in beweging. En op basis daarvan wordt de merrie vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. Result of number 32. It's a mare with a lot of expression. She looks very proud. The neck could be a bit lighter. The conformation is strong, with a good shoulder, a good croup and a good top line. The quality of the legs is good. The walk is roomy and active. In trot she shows a very powerful hind leg and a lot of ability to do transitions in trot. She has very good movements, and that's the reason why she is accepted in the stud book and declared star with the first premium.
Dan de uitslag van catalogus nummer 34. Een merrie met een fraaie halsvorm. Merrie die in het hoofd, in het neusbeen iets meer profiel zou mogen hebben. Merrie die in de bouw echt sterker mag zijn in de rug, maar met name in de aansluiting rug-kruis. De lendenen die zouden veel sterker moeten zijn, zeker op deze leeftijd. Merrie is daarbij ook nog eens hoog in het kruis, hetgeen het accentueert. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De hoeven zouden realer mogen. De merrie stapt ruim en actief, wel erg nauw. In draf toont de merrie veel trit, veel snelheid in het achterbeen. Alleen hier zie je ook weer dat dit niet omgezet kan worden in gedragenheid. In gedragenheid ook weer door de matige aansluiting. Deze merrie die wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Meer zit er niet in vanwege de bouw. The result of number 34. It's a mare with a lot of expression. A very nice shape of the neck. In the confirmation, the loins could be stronger, much stronger. Also the back could be stronger. It's not sufficient. The mare has a good quality of the legs. The walk is active and regular. In trot, she shows a lot of technique. But because of her conformation, the conformation of the top line, she cannot transform it to carrying power. This mare is accepted in the stud book today, no premium. For a higher premium, the conformation had to be stronger, especially the top line had to be stronger. Right, so.
Rustig, Mary. Goed zo. Rustig. Ja, dat moet nu weer gaan. Hij gaat nu wel beter staan, hè? Ja. Hollerig. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 51. Een merrie met een fraaie voorhand. Merrie die in bouw sterk mag zijn in de aansluiting. Ook wat opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Het kruis zien we graag wat minder hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De hoeven zouden royalen mogen. In stap heeft de merrie voldoende ruimte, maar zou beter mogen aansluiten. In draf toont de merrie veel techniek, schakelend vermogen, een goed gevouwen achterbeen, maar zou hierbij meer ruggebruik mogen tonen. De bewegingsafloop, zowel in de stap als de draf, zouden we graag wat correcter zien. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 51. It's a mare with a nice forehand, good breed expression. The mare could be stronger at the loins. Also, the croup could be less sloping. The quality of the legs is sufficient. The walk is roomy, but could be more regular. The hind leg has to push the foreleg away, and that could be better. In trot, she shows a lot of technique. Good bending in the hocks. She could use her back a little bit more. And we want to see the way she places her legs in the walk and the trot more straight. This mare is accepted in the stud book with a third premium. Mm-hmm.
uitslag van catalogus nummer 35. 9-jarige merrie in een goede conditie. De merrie zou rijker mogen in de rasuitstraling. In de bouw beschikt de merrie over een goede bovenlijn, of strakke bovenlijn, goede kruisligging. Merrie doet iets gerekt aan. Het beenwerk dat zou wat meer kwaliteit mogen uitstralen. Ook de hoeven die zouden wat royaler mogen. In stap toont de merrie voldoende ruimte, maar het achterbeen mag beter aansluiten bij het voorbeen. In draf heeft de merrie op de rechterstukken voldoende ruimte, maar heeft in de wendingen met name moeite om het binnenbeen te belasten. Deze merrie wordt bedankt voor de presentatie, krijgt vandaag geen premie, maar een mooie stamboekmerrie. The result of number 35. It's a 9-year-old mare. She is in a good condition. She could be richer in her breed expression. She has a good top line, a good shape of the group. The quality of the legs could be a bit better, could be drier. The walk has enough length. In trot, on the when she goes straight, she is has sufficient power in the trot. But when she goes, zijn wendingen ook alweer. But in the corners, she has some trouble with her balance. Thank you very much for the presentation of this nice studbook mare. She doesn't get a premium today, then she could have more better movements and higher note for breed expression. But thank you very much for your presentation. Maar dan zijn we klaar.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 39. Zesjarige stamboekmerrie. Een grootramige merrie met een moderne opdruk. Merrie die veel behang heeft. In bespiering wat rijker zou mogen zijn. Het beenwerk. Achterbeen is sabelbenig en de voorbeenstand is toontredend. Beenwerk heeft wel voldoende kwaliteit. De merrie stapt takmatig en voor de draf zou het meer lengte mogen hebben, maar na de draf stapte de merrie beter. In de draf toont de merrie een goed gebruik van het achterbeen, toont schakelend vermogen. Merrie wordt in zijn totaal vandaag sterverklaard met een tweede premie. Then my comments in English of number 39, Fiepke of Sirike, a six-year-old stud bookmare. She is very modern. She has long lines. She had a lot of manes. She could have more muscles. The quality of the legs is good. The hind leg, the stances of the legs, the hind leg is a little bit sickle-hocked and the front legs are a bit towing in. In trot, the walk is regular and active, could be more roomy, but after the trot the walk was better. In the trot she showed a good use of the hind leg, and the mare is declared star with a second premium today. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 46.
Een merrie die goed in verhouding staat. Een merrie die wat meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Ook de bespiering van de onderhals zouden we graag wat lichter willen zien. Merrie die beschikt over droog beenwerk, royale hoeven. Achterbeen is een fractie sabel benig en we hebben een bemerking op de voorbeenstand van het linker voorbeen. De merrie stapt opvallend goed met veel lichaamsgebruik, veel ruimte, veel takt. Heel positief punt van dit paard. In draf blijft ze een beetje in een hoog ritme dragen, zouden we wat meer gedragenheid willen zien. Overal het zijn hoge eisen die we stellen aan de uitnodiging. De merrie wordt vandaag niet uitgenodigd. Dan zou ze op alle fronten net even wat overtuigender mogen zijn, los van haar hele goede stap. Hele mooie kroonmerrie, maar vandaag dus geen uitnodiging voor een tweede bezichtiging. Dankjewel. Result of number 46. It's a nice crown mare and she has an excellent walk. We don't invite her for a second inspection today. She could have more carrying trot today. And also in her breed expression she could be a bit richer. But a very nice crown mare with a good walk. Excellent walk. Thank you for the presentation of this mare. Dan hierbij de uitslag van de tweede beoordeling van catalogus nummer 32. Die hier beoordeeld wordt volgens de richtlijn kroonverklaring. Bij de richtlijn kroonverklaring moet zowel het exterieur als de beweging los van elkaar 7,5 gemiddeld scoren of hoger. Merrie die zich in beweging weer prima presenteert.
De merrie wordt vandaag geen voorlopig kroon, omdat we dan de merrie in zowel in rastype als in bouw iets royaler, iets moderner opdruk zouden willen zien. Maar een hele beste eerste premium merrie met excellente bewegingen. Dankjewel. Result of number 32. She is not declared provisional crown. It's a mare with very good movements. But for crown declaration, the exterior, so breed expression, conformation and legwork, also has to meet high requirements. And it's a very nice mare, strong build. But for crown declaration, we would like to see her a bit richer in breeding type. And also in conformation, a bit more modern. But it's very good first premium star mare with excellent movements. So thank you very much. Dat was het, hè?